Jomens, Mark hier en we zijn hier weer eens keer terug met een nieuwe video. Ja, vandaag een kookvlog, alweer. Ja, dit is een vlog hoe ik mijn soep maak, altijd. Dus geniet ervan en duimpje. En dan zie ik jullie bij de vlog, jongens. Kippenbouillon? Ja mensen, het is weer tijd voor een kookvloggie. Vandaag kippensoep, zoals jullie op Twitter al in zijn stem hadden gezet. Dus ja, hete kippensoep. Wat voor ingrediënten heb je nodig? Nou, ligt eraan met hoeveel personen je doet, maar ik maak voor 2 dagen. Kippenbouten. Ik heb er 3 nu, dus er gaat lekker veel in. Champignons. Het hoeven geen 2 verpakkingen te zijn. Maar ja, ik hou van champignons en ze krimpen toch als ze erin zitten. Dus vandaar. Pak je vermicelli. En soepgroenten. Normaal gebruik ik fijne, zodat je gewoon zachte groenten hebt. Maar nu gebruik ik gewoon de grove soepgroenten. Dus die moet ook iets langer meekoken met de soep. Dus ja, we gaan zo meteen beginnen. Ik moet wel even mijn batterij opladen, want die is een beetje laag. Jongens, wat moet je doen? De kip zit nu in de pan. Voeg de pot bouillon toe, met water natuurlijk. En dan laat je de kip gewoon 2 uur lang op het vuur staan. Het hoeft niet te koken, het mag. Het belangrijkste jongens is, als je soep maakt, proef altijd eventjes de bouillon een beetje. Om te kijken of die op smaak is. Hij is nu wel redelijk zout, maar ik vind hem iets te flauw. Dus als je hem iets te flauw vindt, gebruik deze. Altijd lekker erdoor. Nou jongens, tijd voor het volgende. Deze nog niet, die ga ik zo erin gooien. De champignonnetjes snijden. Ja, lekker veel. Dus kom maar op. Ik ga beginnen met snijden. Over de champignonnetjes. Het maakt niet uit hoe dik ze zijn. Als ze maar een beetje los van elkaar zitten. Zoals dit. En dan kunnen ze gewoon de soep instrakken. Jongens, de kip die is schaar. Iets eerder dan verwacht. Maar ja, prima. Wat doe je? Ik pak hem meestal droog met de lepel dan eventjes. En dan moet je hem eigenlijk op het bord houden. Dus ik heb even 2 handen nodig hierbij. Dus ja, wordt leuk, leuk, leuk. Eens even kijken. Laten we maar even zo pakken dan. Haal die op. Dan maar even zo. Oh. Hou hem hierboven. Dat vind je goed. Dan draait de bouillon er een beetje af, jongens. Zo, kijk. Heb je de kip. Heb je de kip. Hoi, dit is een dikke. Dit is een dikke. En dan nog 1. Ai, ai, ai. Als je afvraagt waarom je piepje hoorde, dat is het gasfornuis. Er is water op de inductie, daar is water op vallen. Nou ja, de kip die is nu eruit, want die is goed. Voeg de champignonnetjes toe. En natuurlijk de groentemix. De groentemix. Dus ja, gaan we er nu maar even in gooien. Zo, groentemix erin. Ja, je ziet nu hoe weinig het is, maar ja, je weet met die kip wordt het gewoon veel. Hup. Ik maak altijd kippengroentesoep, don't you worry. Zo, eventjes roeren. Beetje. Klaar. En dan de champignon. Ja, die moet ik even met 2 handen doen, jongens. Zo, champignonnetjes erin. En dit nu een beetje gaar laten worden eerst, voordat je de vermicelli zo toevoegt. Ik ga wel alvast deze toevoegen, de smaakmaker. Zodat we in ieder geval even lekker kunnen eten. Zoals ik al zei, als je het te flauw vindt, voeg even dit smaakmakertje toe. Ik doe hem zo vaak, want ik vind hem altijd flauw. Nu vond ik hem wel goed smaken, maar ja, gewoon openmaken. Let op, de verpakking zit er 2 in, dus je hebt altijd 2 van deze dingen. Dat is normaal en het is ook zo. Nou ja, ik moet hem dus nog openmaken en dan kan hij erdoor. Zo, hij is open. Voeg het toe. Het hele zakje gewoon. Voor mij. Want ja, ik ben er wel van. Even door de soep roeren. Let op die champignonnetjes. Dit zijn er nu wel veel. Maar die krimpen straks. En dan lijkt het er weer weinig bij in te zitten. Dus voor nu, hup, mixer doorheen geroerd. En dan het belangrijkste, proeven. Proeven. Pak daarvoor een bekertje of een ander plastic iets wat je hebt. En proeven maar. Dus
Ja, dat neem ik niet op, jongens. Voor mij is die nu prima. Beetje lekker zoutig, zoals die hoort. Ik vind hem prima gesmaakt te hebben. Ja, er zit nu niks in, is prima. Dan heb je hier de kip, jongens. Ja, wat ik meestal doe, die velletjes, die gaan er bij mij niet in. Jouw kraf. Wat kan je met die velletjes doen? Of je gooit ze weg, of je eet ze lekker op. En dat laatste doe ik meestal met die velletjes. Ik eet ze lekker op. Dus die velletjes gaan eraf. En dan gaan we straks die kip plukken. Zoals je ziet, velletjes zijn er nu af. Dat betekent dus, deze heb je niet meer nodig. Die kan erin. Deze nog wel, daar doe je straks de kip in. Dus vandaar. Ja, velletjes zijn eraf. De kip is nog te warm om te plukken. Dus dat laten we nu eventjes zo. Wat we nu met dit gaan doen, is we gooien nu de vermicelli erin. Ja, de vermicelli. En zoals je ziet, hup, krul vermicelli, geel. Pak je, hup, nou dit is hem dan een losse, hup, erin. Maar wat doe je? Je pakt hem. En dan hou je hem boven de pan. En als jij hem in de pan doet, was wel je handen. Ga met je alle kanten op. En erdoor. Klaar. Er is een beetje naast gevallen, maar ja, dat kan. Wat ik meestal doe, dit is er één. Doe er meestal zo drie door. Dat is vaak wel genoeg. Dus hier komt de tweede. En hier de derde. Hop. En klaar is Kees. Nou, wat doe je nu? Vermicelli er eventjes goed doorroeren. Echt goed doorroeren, want vermicelli kan aan de bodem blijven plakken. Vooral nu is het even belangrijk dat je hem eventjes goed doorroert, zodat de vermicelli een beetje los blijft zitten. Dat hij niet aangebrand raakt. En ja, voilà. De soep die is al deels klaar. Eigenlijk alleen nog die kip toevoegen zo. Zodra die klaar is, gaan we hem ook plukken. Dus ja, dat zal ik even een klein stukje proberen op te nemen ervan. Dit keer. Nou ja, of het gaat lukken, geen idee. We gaan het zien. Waarschijnlijk wel. We moeten even kijken of die telefoon niet omvalt. Dus voor nu, laat de soep lekker rusten, zodat de vermicelli gaar wordt. En dan komt het er vanzelf. Check trouwens wel altijd of de kip een beetje gaar is. Dus zo, een beetje. Dat is prima te doen. Zie je nog rode stukjes? Gewoon verder in de soep gooien. En dan kunnen ze natuurlijk verder nog garen. Dus bij deze, prima. En hij is nu langzaam aan het afkoelen. Dus ik ga hem denk ik zo plukken. Nou, de kip is voldoende afgekoeld. En ja, dat betekent dus, nog niet helemaal, maar oké, dat we hem gaan eventjes gaan, nou, wat denk je van dit? Plukken. De kip plukken. Ja, we gaan de kip plukken. Dan gaat hij zo in de soep. Kookt hij nog heel eventjes mee. En dan kunnen we de soep gaan eten. Ja, en om het zo te doen, doe ik hem maar heel eventjes gewoon zo. De bak staat achter jullie trouwens, dat jullie denken van waarom gaat het naar jullie toe. Dus ja, kip plukken. Was wel je handen van tevoren, zoals iedereen doet. Want dan is het in ieder geval prima om te doen. De kip wordt langzaam geplukt. En ga door gewoon totdat de kip helemaal kaal is en dat je alleen maar bot over hebt. En dan heb je vanzelf wel weer de dingen erbij. Dus in ieder geval, ga door totdat de kip helemaal kaal is. Zo, de eerste kip die is schaar. Ik bedoel kaal geplukt. Dus tja, my bad. Nou ja, nu nog deze twee. En dan kunnen ze er allemaal door. Zo houden. Let op wel. Pas op dat je, het kan er wel eens voorkomen dat er een botje tussen zit. Dat heb ik ook wel eens gehad. Maar het kan voorkomen dat er nog wel eens een botje tussen zit. Dus ja, als je hem zo hebt, dan is hij wel redelijk goed. De kip is geplikt, jongens.
Dus wat doe je dan? Hij gaat erin. En ja, helaas moet ik dit over met twee handen doen. Anders gaat het niet lukken. Dus ja, één momentje. Dan komt de kip er zo in. Zo, de kip die zit er nu door. Nou, bijna door. Eventjes wachten. Ik ben rechts. Geen links. Ja. Kip er eventjes doorheen roeren. Laat hem nog eventjes een minuutje staan. A5. Zodat de kip er ook lekker doorheen kan komen. En even warm kan worden. Want de kip is natuurlijk afgekoeld. Dat is omdat ik hem anders niet kan plukken. Terwijl het ondertussen al lekker eruit ziet. Verse kippensoep. En dan ondertussen. Dek je alvast de tafel natuurlijk ondertussen. Je kan er nog een bijgerechtje bij nemen. Voor mij is dat nu dus gewoon een broodje tongenworst. Dus tja, die tongenworst heb meenemen en erbij zetten. Bam. En ja, dat is het dan een beetje. En dan nog even wachten op de soep een paar minuutjes. En ja, klaar is de soep. Ja, alles zit er nu in. Alles is gaar. Kip is ondertussen warm. Dus ja, je zit nu goed ermee. Dus opscheppen en eten maar. Ja, dan heb je hier nog het laatste. Lekker genieten van het eten. Ja, als je ziet hoe het nu staat. Ik heb het met een paar van de Blu-rays vastgezet. Nou ja, het eten. Hier is het. Dus ja, ik schuif hem even iets dichterbij. De lekkere kippensoep. Dus we gaan hem even proeven. En dat gaan jullie nu nog zien hier. Want ja, ik zit nu in de lens te kijken nog. Wat ik altijd doe, ik proef hem als eerst. Hij smaakt goed voor mij. Maar ik ben toch altijd meer van de zoute dingen. Dus gooi ik er altijd even wat magie bij. Zodat hij echt voor mij prima aan de smaak is. En dan lekker een broodje erbij nemen. Zou ik zeggen. Dan gaan we nu testen. Qua smaak. Dat was wat bek verbranden, maar oké. Qua smaak voldoet hij prima. Hij is goed. Hij is lekker. Voor mij prima zoutig. Morgen is het natuurlijk nog lekkerder, maar dat heb je altijd. Dus ja, ik vind het prima soepie. Dus ja, hij smaakt heerlijk. De vermicelli zit nog uit morgen, dus ja, dan heb je nog dikkere soep. Zo wordt geslurp. Het is een beetje echt heet. Dus vandaar. Hij is lekker. Prima. Is goed erbij. Broodje erbij. Dus eigenlijk gezegd een prima soepie. Voor nu, vind ik. Nog even soepje erbij. Maar mensen, dit was het dan voor de soepvlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Ik ga even lekker nu eten. En ik zie jullie weer bij een volgende nieuwe video. Wat waarschijnlijk weer Resident Evil gaat worden. Dus tot de volgende video. Later!